Yo mensen, Jeras hier en welkom natuurlijk weer bij een nieuwe aflevering van de Road to Life 25 Mobs. We gaan vandaag Team Defender spelen op map Lockdown. En de tussenstand op dit moment natuurlijk met deze serie is 45 games gespeeld, 20 Mobs gedropt. In deze serie moet ik dus zo snel mogelijk naar 25 Mobs gaan, dus we moeten er nog 5 halen. En ik hoop dat het gaat lukken in dit potje. We gaan spelen met... Dat is een hele goede vraag. Ik ga de VAT erbij pakken met de Extended Max en de Suppressors erop. Want de map Lockdown is een map, daar heb je korte afstanden en lange afstanden. En de VAT die kan het op zich allebei wel schieten. Dus ik denk dat dit de juiste keuze is. Dus natuurlijk even afwachten. Maar we zullen het vanzelf gaan zien, man. Ik hoop dat niemand de vlag gaat oppakken. Natuurlijk mijn teammates niet en de enemies niet. En kom maar hier. Kom maar hier. Dankjewel. Het is de standaard openingsroute van iedereen altijd in deze map. Ze lopen altijd daar naartoe. Dus onthoud dat natuurlijk ook. En mijn teammate die pakt nu al de vlag op. En hij is nu meteen ook al dood, dus dankjewel enemies. Maar het is geen goed vooruitzicht als ze nu al de vlag oppakken. Want ik hoop dan niet dat ze dat het hele potje gaan doen. Dan gaat het potje natuurlijk heel snel voorbij. En dat willen wij niet hebben, want we willen zo snel mogelijk kunnen blijven spelen. Oké, goed opletten nu, man. Teammate heeft er nog eentje voor zich lopen. Ja, goed zo, jongen. En dan gaan we nu goed opletten. Scavenger packje oppakken waar we nog helemaal niks in hebben, maar goed. En ze hebben weer de vlag opgepakt. Kunnen jullie alsjeblieft niet de vlag oppakken, jongens? Of is dat onmogelijk? Ze komen volgens mij door deze lange gang. Nee, achter me. Kom maar. Dat is mijn kill. Er speelt er eentje bij hun volgens mij met Assassin. Dus dat houdt in. Ik zit vast. Dat houdt in dat die vent niet op de minimap komt te staan natuurlijk. Die vent is naar beneden gesprongen. Hij loopt nu onder me. Ja, dankjewel teammate. Dus ik moet even rekening houden met die één Assassin gozer. Misschien zijn het er wel meer hoor. Dat weet ik nog niet. Want die vent die komt dus niet op de minimap te staan. Kijk uit teammate. Teammate spant hier. Hij heeft de vlag in zijn hand, dus je weet waar die zit. Goed zo. Zit er nog meer bij. Loopt er ook nog één op de weg. Ik wist dat ze achter me gingen spannen, jongen. Dit is zo goed opletten altijd in MW3, jongen. Daarom vind ik het kick om gewoon de hele tijd die mobs proberen te halen. Het is altijd nog opletten. Ik heb nu zoveel mobs al gehaald. Maar nog steeds elke mob die ik haal is en blijft gewoon goed opletten. En blijf weg bij die vlag, teammate, want je gaat hem niet oppakken. Komt er een rechts. Kom maar. Oeh, ze zitten in dat huisje. Maar dan loopt er ook een hier op de weg. Wacht. Kom maar. Jo, dan lopen er nog meer. Naast me. Komen ze aan. Ik hoor ze lopen. Secondary, komen er nog meer. Ik ben de lul hier. Ik moet hier weg. Ik zei het, er zit er nog één. Jongen. Geluk. Die fan met de vlag is getagd op de minimap. Dus iedereen ziet hem nu sowieso staan. Dat zie je natuurlijk sowieso als iemand de vlag vast hebt. Maar oké, assist count skill. Dat is geen probleem. Snel hier naartoe rennen om de headclitch te pakken. Headclitch. Dankjewel. Je moet altijd achter... Uh-oh. Niet in mijn rug komen alsjeblieft. Ik weet niet of die assassin gozer die shit. Wacht even. Mijn teammate is naar binnen gerend. Holy shit, ouwe. Holy ballsack. Die vlag die ligt nog steeds... Oh my god, we stonden 16 om 0. Oh, dat was volgens mij die assassin-gozer die in mijn rug schoot. Ik heb het gevoel dat die assassin-gozer was. Ik heb hem namelijk niet op de minimap zien staan. We hadden ook geen UAV of zo hoor, dus... Ook al had hij geen assassin, zag ik hem niet staan. Maar ik weet niet wie dat was die me killde. Anyway, hij heeft me gekillt, dat gaat natuurlijk om. En jij wordt nu gekillt door mijn granaat. Dank u. Oh shit, jongen. We stonden al 16-0 hier, hè. Er komt er net iemand in je rug lopen die je niet hebt gezien. En dan ben je meteen dood. Dat is Call of Duty. Daarom is het altijd zo goed opletten. Als er één iemand in je rug komt en die je niet ziet, ben je gewoon dood. Maakt niet uit hoeveel levens je nog hebt. Maakt niet uit met welk wapen je schiet. Maakt niet uit of die goed of slecht is. Als er iemand in je rug komt, ben je dood. Zo makkelijk is het. Oké, goed zo. Die flag carrier is down. En, oh, kut. Nu pak mijn teammate de vlag op. Serieus, jongens. Oh, kut. Hij heeft een riot shield, joh. Ha! Ik zag die hele vent opeens niet meer. Ik dacht van, huh? Er loopt toch eentje naast me. Hij had een riot shield in zijn handen. Daarom zag ik hem opeens niet meer. Die had ik ook niet zien aankomen, hoor. Ik kan ook niet ruiken als iemand een rijshield in zijn handen hebt. En kut, dat is die rijshield. Vent weer. Ik heb weer specialist bonus, maar nu moet het natuurlijk door blijven gaan. Enemies hebben de vlag, dat is geen ramp. Dan duurt het potje nog steeds even lang. Het enige probleem dat we hiermee kunnen krijgen is dat mijn teammates zo meteen weer die vlag op gaan pakken. Laat mij die vent maar killen. Nee, niet de vlag oppakken, Jan. Kijk uit, ik was aan het reloaden. Dankjewel. Ze komen allemaal nu via dat huisje, Nee, ondergronds. Predator... Ah, ik zit iedereen te taggen, jongen, maar ik krijg zelf de kills niet.
Ik wil niet heel veel zeggen, jongens, maar ik wil een mol opdroppen, dus alsjeblieft, geef mij de kills. Zie, ik krijg alleen maar assist counter skill en dan word ik gekilled. Weer in mijn rug, jongen. De back reaps zijn real in dit potje. Twee keer achter elkaar. Want ik ga even kijken, hoeveel streak zat ik nu? Ik zat nu op een 14 streak, man. Een 16 streak en een 14 streak. Twee keer in mijn rug genakt, hier, oh. Kutjes, man. Hey, campertje, alles goed? Niet in mijn rug komen, vriend. Nu weet ik het wel dat jullie in mijn rug komen. Ah, en dan word ik gekilled omdat ik gestunt word. Ah, nu kunnen we de mob niet meer halen, man. Twee keer echt een heel erg mooi streakje, maar twee keer in mijn rug gepakt. Twee keer. Kutjes, jongen. Kutjes, 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 kutjes. Oh, dat is mijn teammate, joh. Ik schrik me de mallen. Jammer. Jammer. Het was wel echt een mooi potje, dat wel. Alleen helaas de mob niet gedropt. Jammer. Voor die loader nog even het potje afmaken nu. En weet je, ik pak de vlag wel op. Nu mag het, jongens. Nu mag het potje af worden gemaakt. Zo, nu pik de vlag. Maak maar wat kills, jongens, en hebben we gewonnen. Oh, oh, oh. Niet doodgaan, Jan. Oké, ik ben nog doodgegaan ook. Nog twee kills, ongeveer. Nog vier als we de vlag niet hebben. En... What the fuck doe jij? Camper! Ik denk dat hij wel dood is. Nou, maak nog even één kill dan, jongens. Oh, shit. Oh, oh, dankjewel. Ik was nog aan het reloaden, man. Toen ging ik opeens rennen. Lekker potje gespeeld. Dat sowieso. Twee keer in mijn rug gepakt. Eén keer door een MK14 en één keer door een... M60 of zo. Ik weet niet waardoor ik door de tweede keer werd gekild. Maar in ieder geval, hij zat in mijn rug. Ik keek die kant op en hij lag bij die prullenbak helemaal aan de andere kant onder die boog. Dus dat is dan natuurlijk een beetje jammer als iemand daar al ligt. Of als iemand daar spant of weet ik veel wat hij deed. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Tussenstand op dit moment, moet ik even heel snel kijken. Is volgens mij 46 games gespeeld of zoiets. En 20 mobs gehaald. Dus we moeten nog steeds de laatste 5 mobs halen. Mensen, als jullie hebben genoten, geef natuurlijk duimpje omhoog. 1000 likes meer. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.